Zo, welkom allemaal. Mijn naam is Chris van Oudak. Welkom in dit ongeveer 30, 45 minuten durende webinar, waar we in het level 2 verhaal van net hier gaan. Dus voor jullie die level 1 al gevolgd hebben, is dit een mooie aanvulling daarop. Zoals steeds hebben wij de chatbox voor vragen die eventueel tevoorschijn komen in dit webinar. Mag je ze stellen in de chatbox? We gaan daar naar best vermogen op proberen te antwoorden. Als om een of andere reden het antwoord niet dadelijk kan gegeven worden, nemen we achteraf terug met jullie contact op voor de oplossing. Voor degene waar de video eigenlijk in de presentatie zit, je kan het videogedeelte dokken door op het icoontje te klikken. En bij deze ook weer welkom Erik van Netgear. Hij zal deze presentatie verzorgen. Dus bij deze het woord aan jou, Erik. Dankjewel, Chris. Welkom allemaal op het webinar. Ik ben Erik Lindeman. Ik ben werk bij Netgear. Ik doe pre-sales support voor AV en AV-line switches. En ik heb voor jullie deze presentatie gemaakt in navolging van de level 1 presentatie van verleden week met mijn collega Sergio. En Chris was daar ook nog bij aanwezig. En ik wil in de komende slide nog heel kort en beknopt terugkomen op die vorige presentatie voor degene die de eerste presentatie niet gezien hebben, eventueel. Waar het eigenlijk over ging in die sessie is dat Netgear specifieke switches heeft voor AV. Grote voordeel is dat de aansluitingen aan de achterkant zitten, zodat de voorkant er net afgewerkt is. En het geeft ook weer een extra stukje security. Zodra je een rek aan de voorkant open hebt staan, aan de achterkant achter een slot en grendel hebt zitten, dat niet iemand maar zomaar aan de bekabeling kan zitten. Uiteraard komt zo'n uiterlijk niet alleen, het komt toch ook samen met een stukje software waar wij het wat makkelijker maken om die switches te installeren. Uiteraard een stukje pre-sales en after-sales support om jullie ook te assisteren bij eventuele nieuwe klussen, nieuwe karweien, nieuwe projecten. En met het helpen van vragen en after-sales support, uiteraard onze after-sales support afdeling. En die is gevestigd in Ierland in Cork voor deze regio. Ander deel wat voorbij kwam was dat we een line-up van een drietal verschillende type switches hebben. Dus switches met 1 gigabit uplink, met 10 gigabit uplinks en dat switches voor distributie. Prijseffectieve switches tot maximaal 16 10 gigabit poorten voor distributie. En uiteraard een klein stukje PW daarbij. Zeker omdat steeds meer AV-fabrikanten de devices ook gaan voorzien van PoE, waardoor het weer heel erg makkelijk is om een device, een encoder, een decoder of eventueel een scherm te kunnen voeden. Zie je hier linksonder ook de versterker, Chris. Misschien kun jij er wat meer vertellen over de versterker hier linksonder. Ja, linksonder zien we onze Amp 203, is een PoE-versterkertje stereo. Beschikbaar vermogen is eigenlijk instelbaar en is afhankelijk van het beschikbare PoE-vermogen wat van de switch komt. Dus kan je configureren in de versterker. Voor de rest kan je daar een wandpaneeltje op aansluiten. RS485-bus heeft dat ding. En daarlangs zien we onze multifunctionele amplifier, MFA. Die komt in twee modellen, de 208 en de 216. Stereo, low impedance, 70 en 100 volt output. Met als extra mogelijkheid om enerzijds een source code module in te bouwen. Dus we bieden daar verschillende modules voor aan. Een trigger module, een voice file module en nog veel meer. NMP Spotify module bijvoorbeeld. Buiten dat is er een mogelijkheid om ook een optionele Dante-kaart in te bouwen, de ANI 44XT, wat je toelaat eigenlijk om over het netwerk de audio te streamen. Beide toestellen zijn uiteraard volledig bedienbaar in Audac Touch. Ah, mooi. Goede aanvulling. En zo zie je de zwaarste switches uit deze categorielijnen. Die hebben dus die PW++. Dus die 90 watt per poort. Om dat soort zwaardere applicaties als de versterker linksonder aan te sluiten. Kijken we nog een stukje verder en denk je na over die oplossing? Ja, dan heb je een bepaalde kunde nodig uiteindelijk om een switch te kunnen configureren. Nou, het goede bericht is dat wij in principe de allerlastigste zaken geautomatiseerd hebben binnen die switches. Dat ga ik jullie straks laten zien.
Maar je hebt ook altijd nog een paar basiszaken nodig om de switch te kunnen instellen. Maar één daarvan is, wat is een IP-adres en een subnetmask? Zodra je weet wat een IP-adres is en subnetmask is, nou, dan heb je voldoende kennis voor het eerste gedeelte. Het is ook handig te weten wat de DSP is. Of de DSP-server is een mechanisme wat een device automatisch een IP-adres kan geven. Daarnaast is het verstandig of handig om te weten wat een default gateway is. Dus als je een netwerksegment hebt, dan heb je altijd één IP-adres die richting een router gaat. Waardoor je het internet op kan bijvoorbeeld. En dan moet je ook vaak in de configuratie aangeven. Andere zaak is handig dat je weet wat DNS is. DNS is een naamresolving voor internet. Dus op het moment dat je www.oudak.com in zou tikken of netkey.www.netkey.com, dan wordt dat naampje vertaald in een IP-nummertje, zodat je op de juiste site terechtkomt. En je weet, namen zijn makkelijker te onthouden dan IP-nummers. En je moet ook nog weten wat een VLAN is. Voordeel daarbij is wel dat je niet hoeft te weten hoe je een VLAN moet configureren. Maar als je weet wat een VLAN is, je weet dat een VLAN een nummer heeft, dan ben je op zich ben je al een heel end. En ben je eigenlijk, ongeacht multicast settings, ben je eigenlijk al klaar om een volledige multicast omgeving te installeren met onze switches. Dus dat valt denk ik mee. En kijken we dan een klein stukje verder. Hoe doen we dat dan aan de multicast kant? Want dat is eigenlijk het meest ingewikkelde. We hebben voor multicast hebben we profielen. Helemaal bovenin bij profile templates de allereerste opties, bijvoorbeeld Dante Audio. Dat is iets wat je bij Audac gebruikt uiteindelijk om de audiosignalen goed te kunnen configureren op een poort. En ja, de installatie is eigenlijk heel erg simpel. Je klikt een template aan, bijvoorbeeld Video with QSIS of Dante Audio of een andere optie uit de template. Vervolgens kan je poorten aanwijzen. En als je dan het VLAN wil configureren, geeft het VLAN netjes een nummer. En op dat moment heb je je VLAN configuratie gedaan. En het klinkt erg eenvoudig, maar uiteindelijk is het ook zo eenvoudig. Het ligt gewoon op dit niveau. Dus je kan wel heel vlot aan de slag met zo'n omgeving. Daarnaast een klein stukje basiskennis nodig van, joh, hoe gedraagt nou een multicast netwerk zich in de praktijk? En dat is eigenlijk relatief simpel. Op het moment dat je een multicast netwerk hebt, dan praat je eigenlijk over één netwerksegment. Je ziet dat ook aan al die IP-nummertjes hier. 192.168.1 staat overal voor. En de 10, de 11 en de 12, dat zijn de respectieve devices onderling. En als je nou het over IG of IGMP hebt, of Internet Group Management Protocol, dat betekent als ik een bron heb die uiteindelijk benaderbaar is over dit segment, dan heb je een soort broadcast. Alleen die broadcast, daar kan ik naar solliciteren, ofwel die kan ik opvragen. En door RGMP zal die broadcast alleen maar naar de poort gaan waar gevraagd wordt om dat signaal. Nou, gedraagt zich dat dan helemaal in de praktijk? Stel, ik pak een normale netkey switch uit de doos. Hier, die een 24 poort switch. Ik installeer deze devices op de poorten. Voor de rest helemaal niks. Zet wel spanning op de switch. En vervolgens probeer ik te streamen. Dan zie je eigenlijk dat al die poorten geflot worden, zeggen ze dat altijd, overspoeld worden uiteindelijk met datzelfde AV-signaal. Nou, poorten waar het niks zit, die krijgen dat signaal. Maar ook de devices waar dat AV-signaal niet voor is, die gaan dat verkeer krijgen. En dat device moet dus kijken naar het verkeer. Komt er dan achter, oh, dat is niet voor mij, dus ik moet die pakketten droppen. En dan zijn die devices mee bezig en dat heb je gewoon liever niet. Dus kijk je wat verder en wil je dat goed oplossen, dan zal je moeten gaan configureren. Zal parameters moeten gaan configureren als RGMP snooping, RGMP querier, RGMP vastlief. RGMP vastlief zorgt er eigenlijk voor dat op het moment dat je een bron afschakelt, dat je geen hiccup krijgt in andere bronnen. RGMP querier is een soort van database. En RGMP snooping is het afvangen van RGMP verkeer, zodat het in de database terechtkomt. En daarnaast willen we natuurlijk ook nog zorgen dat dat signaal niet op poorten komt waar het niet voor bestemd is. En die functie heet drop een jitter multicast flooding, met een heel woord. Uitspreken duurt langer dan dat de functie doet. Dus als er verkeer op een poort is wat niet voor die poort bekend is, dan wordt het eigenlijk op de backplane, op de basis van de switch, al afgekapt en komt dat verkeer niet op de poort. Dat is
vogelvlucht, wat je moet doen, een normale switch als je die uit de doos trekt, om RGP te installeren. En daarnaast is er ook nog een andere factor die erbij komt. Heel vaak moet je er ook quality of services en dat soort zaken bij zetten. En daar komt natuurlijk ook nog een vorm van expertise bij kijken. Dan kijk je naar een Netgear switch, of een Netgear Pro AV switch, moet ik zeggen, de duidelijkheid zeggen. Dan kan ik die switch out of the box aansluiten. Ik kan al die devices hier aansluiten. En op het moment dat er een DSP-server op het netwerk is, alles aanklikken. En vervolgens werkt het allemaal in één keer op die switch. Dus ik hoef al die RGB-settings hoef ik allemaal niet meer te doen. Eenvoudigweg omdat die al standaard voorgedefinieerd zijn. Kijk je dan een stukje verder. Yo, wat gebeurt er nou als ik dan meerdere switches, want dat is vaak de valkuil. Als ik meerdere switches op een multicast netwerk aansluit, wat moet ik dan allemaal configureren? En wat heeft dat voor gevolgen tussen bandbreedte tussen die switches? Want uiteraard, als je die signalen naar de andere kant moet brengen, nou, dan moeten die eigenlijk zonder hindernissen, zonder blokkades, moet je die naar de andere kant kunnen transporteren, de signalen. Anders gaat een multicast stream ook niet werken. Nou, in de vogelvlucht komt dat hierop neer. Stel, ik pak twee switches, normale Netgear switches uit de doos. Voor de bandbreedte sluit ik uiteindelijk twee kabeltjes aan tussen die switches. En tot mijn verbazing zal in principe in de filters ervoor zorgen dat je geen loop maakt. Dus spanning tree noemen ze dat. Daar zorgen ze ervoor dat in principe die kabel eigenlijk, de poorten worden uitgezet van die kabels. Die kabel wordt eigenlijk gedisabled in dat verkeer. En heb nog steeds maar 1 gigabit uplink tussen dit verhaal. En om dit werken te krijgen, zal ik uiteraard die ADCP trunking moeten maken. Dus zodra ik trunking ingesteld heb, dan kan dat verkeer keurig netjes tussen die twee switches over die twee kabels van de ene switch naar de andere switch vloeien. En daarnaast moet ik ook weer al die trucken van RGB snooping, de query admin mode, moet ik in gaan stellen. Want het is natuurlijk ook nog zo dat op het moment dat ik wat aansluit op één switch of een tweede switch bij aansluit, dus dat één switch de database uit mag voeren waar al die RGB subscriptions in staan. Dus ik moet die andere switch ervoor zorgen dat die niet de master wordt. Anders dan brengt die andere verkeer in de soep. Dus dat moet ik allemaal keurig netjes instellen. En ja, op dat moment als ik dat allemaal netjes doe, dan heb ik weer een omgeving die keurig netjes werkt. Hoe zit het dan bij die AV-switches van Netgear? Nou, pak twee fiber modules, een fiber kabeltje, bijvoorbeeld 2x10 gig. En dan koppel die switches keurig netjes door. Op dat moment heb ik een 10 gig verbinding tussen beide switches. Vervolgens sluit ik links een bron aan, rechts een display. En vervolgens gaat er aan de pakketjes over dat netwerk met een bandbreedte van 1 gigabit. Nou, ik heb 10 gigabit als totale bandbreedte voor die switch. Dus ik kan dat vele malen of 10 maal maximaal reproduceren. Dus ik kan 10 keer verschillende sources naar de andere kant van die switch brengen. Dus ruimte genoeg. Dus als ik een tweede display aansluit, dan gebeurt er eigenlijk precies hetzelfde met het signaal. Dat blijft nog steeds 1 gigabit, want we hebben het over multicast. En multicast zorgt er eigenlijk voor dat ik een duplicaat van het signaal op het tweede scherm krijg. Die twee schermen lopen ook synchroon met elkaar. Er zit geen verschil in. En het gaat prima door tot ik een andere bron neerzet, net ook beneden de 3 gigabit. Die kan ik ook doorsturen. Alleen mijn verkeer wordt wat hoger. Dus ongeveer 2 gigabit. Als een voorbeeld. Maar ik heb nog steeds 10 gigabit tussen die twee switches liggen. Dus ik kan in principe nog steeds meer bronnen eigenlijk opschakelen. Nou staat hier linksonder een audiobron. Dus dat is vele malen minder dan een gigabit. Maar voor het verhaal blijft dat uiteindelijk hetzelfde. Je bepaalt net een bandbreedte. En die kan je net zo lang vol stoppen met streams. Totdat die verzadigd is. Nou, om dat verhaal wat makkelijker. En uiteraard komt het door het RGP Plus, dat je dat zo keurig netjes aan kan sluiten zonder dat je dat hoeft te configureren. En maximaal 10 gigabit, maar dat gaat het verhaal wat lastiger maken. Ik ga 1 gigabit links gebruiken tussen die twee switches. En dezelfde twee streams opstarten. Nou, die twee streams die zijn bij elkaar maximaal 2 gigabit. Dus die gaan niet door die 1 gigabit link komen. Wat kan ik dan doen? Ik kan een tweede kabel pakken van 1 gigabit. Waardoor ik het verkeer kan balanceren tussen die twee switches. Maar de truc is dat ik nu nog steeds nog geen bit op die switch heb geprogrammeerd. Ik kan nog steeds plug-and-play van de situatie gebruik maken. En hoe komt dat dan? Het komt dat wij een functie hebben die heet AutoLSP.
Zodra je die tweede kabel insteekt, dan ziet hij dat dat voor een AV-toepassing is. En dan zal hij automatisch LSCP configureren. En kan je een dubbele stream uitvoeren naar dit geheel. Dat geldt uiteraard ook voor de 10 gig aansluitingen. Dus je kan met deze switchen met 2 keer 10 gigabit naar de overkant. En dat is eigenlijk meer voldoende bandbreedte om die twee switches volledig te benutten. Onderling met streams naar links en naar rechts. Oké, zijn er tot hiertoe vragen? Ik heb er eentje, Erik. Kom maar op, Chris. De optische verbinding, of de fiberverbinding tussen de Netgear switches onderling, is dat multimode kabel? Zijn daar specifieke eisen aan bekabeling verbonden? In principe niet. We kunnen in principe door de toepassing van verschillende modules, kunnen we ons conformeren naar de bekabeling die eventueel al ligt in een pand. Of naar wens de kabeling duwt. Dus we hebben multimode modules, we hebben single mode modules. Maar even uitstappen, single mode fiber is eigenlijk een beetje terug van weg geweest. Vroeger was het natuurlijk normaal, een jaartje of 20 geleden, dat je een single mode fiber liet plaatsen op het moment dat je fiber optics nodig had. Dat is ingehaald door multimode fiber, dat was goedkoper en de modules waren goedkoper. Maar je ziet nu weer een trend langzaam maar zeker dat je naar 10 gigabit fiber gaat uiteindelijk. En dat komt omdat er ook steeds meer vraag is naar 100 gigabit tussen de switches. En 100 gigabit werkt maar op multimode tot maximaal 30 meter. Dus vandaar dat er ook bij nieuwe bekabeling vaak gebruik wordt van een multimode kabel of single mode kabel. En dat wij goedkopere single mode modules hebben die maximaal tot 2,5 kilometer gaan. De basis 10 gig modules gaan tot maximaal 10 kilometer. Maar we hebben een cost down module uitgebracht die tot 2,5 kilometer gaat. Sorry. Dat even tezijde. Dus, maar je kan, er zitten gewoon sloten in die switch en daar kan je gewoon keurig netjes SFP in stoppen. En zodoende kan je gewoon aanpassen aan de topologie die ergens al in een gebouw ligt. Dat is zo voldoende antwoord, Chris. Super. Tweede vraag die naar boven komt. Kan je een backup loop maken via de fiberconnecties, een fibering? Ja, in principe is wat ik hier gedaan met auto-LSCP is eigenlijk een soort van backup. Alleen hij gaat beide fibers gebruiken voor de volledige bandbreedte. En op het moment dat je over een backup praat, dan praat je meestal over een fiber die uitstaat en ingeschakeld wordt als een van de fibers kapot gaat. Dan krijg je een hiccup door. Dus uiteindelijk is het load balancing principe beter voor AV dan dat je een verbinding op standby zet. Want op het moment dat een van die verbindingen wegvalt, dan heb ik nog steeds een verbinding liggen. Alleen het enige probleem is dat de bandbreedte niet hoog genoeg kan zijn. Maar zolang ik bij deze 2 keer 1 gigabit, als mijn bandbreedte niet hoger wordt dan 1 gigabit, dan heb ik eigenlijk al een oplossing. Dat als een van die twee poorten uitvalt, dat dan toch het verkeer van 1 gigabit tussen die switches gehandhaafd blijft. En zonder dat dat een hiccup geeft. Ja? Oké. Nog een vraagje. Wat is het effect op de bandbreedte wanneer in tegenstelde richting ook data loopt? Bijvoorbeeld een bron erbij en op rechter en display op een linkerswitch bijvoorbeeld. Eigenlijk niks. Dat is, in principe is dat... Het hele multicastverkeer is eigenlijk single, is geen duplexverkeer. Dus het is maar één richting op. Dus stel ik ga hier van die bron links, ga ik naar de display rechts. Dan is in principe de upstream, is een gigabit. Maar al die poorten zijn full duplex, dus die zijn een gigabit up en een gigabit down. Dus op het moment dat ik aan de andere kant ook een bron neerzet, en ik zet aan de andere kant, aan de linkerkant, weer netjes een scherm daarnaast. Dan krijg je eigenlijk wat rode pijltjes die de andere kant heen vloeien, ook van een gigabit. En heb nog steeds voldoende bandbreedte. Zo duidelijk verteld? Ja, dat was wel duidelijk. Oké, kunnen we verder. Dus dat is in principe, je hebt 1 gigabit up en 1 gigabit down. Maar dat geldt ook voor 10 gigabit en 40 en 50 en 100 gigabit. Dus altijd full duplex verkeer. 100 MB is single duplex verkeer. Dus daar kan je varianten tussen hebben die alleen maar één kant op kunnen. Maar 100 MB wordt bijna niet meer gebruikt.
Maar wat gebeurt er nu op het moment dat ik een multicast netwerk heb en ik wil meerdere VLAN's gebruiken? Hoe eenvoudig kan je dat installeren? Ik verklapte dat al een heel klein beetje door vorm van templates. Dus in principe als je een switch opstart, dan krijg je een specifiek AV-menu. En daarnaast natuurlijk een ander feit is dat je zo'n AV-netwerk aan gaat koppelen aan een bestaande IT-omgeving. En meestal doe je dat niet op de switches zelf, tenzij het audio is. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat je bestaande switches gebruikt. Maar zeker bij video, ja, dan is het verkeer tussen de switches vaak te hoog. En dan plaats je er eigenlijk een normale of een aparte AV-omgeving naast de ICT-omgeving. Eigenlijk is het heel erg simpel. Je kan één kabel, één poort doorkoppelen naar die IT-omgeving. En daarna kan je op de switch zelf met meerdere VLAN's aan de slag, zodat die IT-omgeving totaal geen last heeft van die AV-omgeving. Klein voorbeeldje om dat te configureren is dit. In eerste instantie ga ik nu voor de allereerste poort, zoals ik net getekend op de switch, een VLAN configureren. Dus ik ga naar het IP-nummer van de switch. Vervolgens krijg ik een mooi scherm waarmee ik in moet loggen. Dan heb ik een keuze links een AV-menu of rechts een IT-menu. We nemen uiteraard het AV-menu, want ja, is er niet voor niks. Het gemak dient de mens, zeg ik altijd. Vervolgens krijg je dan een overzicht van de switch en de poorten. Nou, je ziet dat deze switch is nog niet geconfigureerd. Dan kan je ook nog met Show Legends kan je wat extra zaken, wat meer informatie krijgen over de switches en device details opvragen. En als je helemaal naar beneden gaat, dan kan je de fans op de stille modus zetten. Dat hebben we in het vorige webinar besproken. Je hebt stille mode, quiet mode en cool mode. En op het moment dat ik de fans uitzet, dan koelt de switch niet meer tot de omgevingstemperatuur 27 graden Celsius wordt. En op dat moment worden de fans heel zachtjes, maar zeker ingeschakeld. Nou, de switch krijgt ook uiteraard vanuit de DSP-range van de ICT-omgeving een IP-nummer. Misschien kan je dat IP-nummer ook nog een vast IP-nummer van maken, als de enigste. En uiteindelijk, ja, werk je het liefst uiteraard met vaste, zeker voor vaste resources, met vaste IP-nummers. Dus in dit voorbeeld heb ik het IP-nummer van de switch op 10 gezet. En dat kan ook heel makkelijk hoor, want als je goed kijkt in het scherm, dan zie je, ik zal het even aanwijzen, het management IP-adres. En als je hierop klikt, kan je ook eventueel het IP-nummer van het management, kan je gewoon keurig netjes aanpassen. Gaan we dan nog een stukje verder en gaan we wat doen aan video. Dan kan ik een videonetwerk gaan configureren. Het mag ook de Dante zijn natuurlijk, dat is de bovenste profiel. Ik heb dit keer de videoprofiel gepakt. Dan klik je ook weer op dat tandwieltje aan de rechterkant. En het mooie is, je ziet ook alles wat niet conflicteert, zie je ook in die regel opgenoemd staan. Dat kan je allemaal door elkaar gebruiken. Nou, dan geef je de profiel een mooie naam. Voor de grap AV. Over IP. Vervolgens kies ik welke poorten ik wil gaan gebruiken voor dat AV-netwerk. Nou, poort 1 had ik voor mijn eerste VLAN gebruikt, voor de koppeling met het ICT-netwerk. En dan klik ik nu één voor één alle poortjes aan, tot ik alle poorten ja, geselecteerd heb die ik voor AV wil gaan gebruiken. Nou, vervolgens kan ik er weer naar beneden en dan kan ik een VLAN-ID opgeven. Elk VLAN heeft een uniek nummer. In dit geval noem ik het VLAN nummer 20. Ik kies een mooi kleurtje, zodat ik ook eventueel met bekabeling na de hand de koord kan gaan gebruiken en dat het duidelijk te onderscheiden is van andere functionaliteit. Ik kan VLAN-routering aanzetten. En op dat moment heeft de switch een IP-nummer nodig uit dat VLAN nummer 20. In dit geval heb ik er 10.10.20.1 van gemaakt. En uiteraard zal ik het netmask goed moeten zetten. En dat zijn eigenlijk al die punten die ik zojuist in een van de eerdere slides afgesproken heb. Nou, vervolgens kan je de DSP-server aanzetten. Even kijken, DSP-server. Ja, je kan een IP-range opgeven. Je kan de DNS-server kan je opgeven. En vervolgens kan je keurig netjes een tweede DNS-server opgeven. En met safe kan ik de boel eigenlijk opslaan. En zo zie je, is alles al geprogrammeerd. En ik heb ook stiekem ook nog een compleet VLAN. Wat roteert geprogrammeerd is. Uiteindelijk meer dan dit is het niet. En gaat het ook niet meer worden bij die switches. Nou wil ik ook nog een Dante netwerk pakken. Dan kan ik dat keurig netjes één voor één ook weer die poorten aangeven. En dan kan ik voor Dante een compleet ander VLAN maken. Wat zie je nog meer in een normale omgeving? Want ik heb nu die switch mooi geconfigureerd.
Nu kan ik gewoon keurig netjes die switch aankoppelen. En zodra ik van het rode netwerk wat ik geconfigureerd heb verkeer ga sturen, dan komt dat op die router terecht. Vervolgens zal die router dat naar het internet sturen. En het antwoord krijg je gewoon weer terug. Alleen is er één probleem aan de hand. Die switch weet niet dat het VLAN 10.10.20 op die switch zit. Nou, wat gebeurt er? De router heeft 192.168.2.1. De switch heeft poort 192.168.2.254. Dus dat zit in één netwerk. Dus die kunnen wel met elkaar praten. Dus je zal die router moeten leren dat dat rode netwerk op dit interface van de router zit. Vervolgens doe je dat eigenlijk door een statische route aan te maken. En dan zie je hier 10.10.20 of 2.24, 10.10.20.0 is terug te vinden op die rode poorten hier. En vervolgens als het verkeer dus terugkomt van die router, dan weet die router, oh, dat zit daar en daar en daar. Dus dat moet ik in principe terugsturen naar VLAN 1 van die switch. En vervolgens krijg ik keurig netjes dat verkeer weer op dat rode VLAN. En dan heb ik het hele routingprobleem opgelost. Dus uiteindelijk, als je dit weet, en je weet hoe je die AV-interface gebruikt, en je weet wat van die IP-nummers en die VLAN's, hoe dat in elkaar zit, dan heb je al voldoende kennis om zo'n hele switch te kunnen configureren. Zijn hier vragen over? Ik zie niets, ik hoor niks. Oké. Mooi, dan gaan we door naar de volgende slide. Wat vraagt nou een systeembeheerder? Stel, jij komt eraan met je switch en je zegt van oké, ik ga integreren binnen jouw netwerk. Dan vraag je uiteindelijk de verbinding vanaf zijn netwerk. Daarnaast zal die static route die ik net uitlegde, die zal hij aan moeten maken naar jouw switch. Je moet er uiteraard een IP-adres eens met hem afspreken. En als hij zegt van ja, maar dit en dat en maar en dit is gevaarlijk enzovoorts, dan is er de mogelijkheid op switching om access controllers te bouwen. En dat zijn een soort filters. Firewall regels voor mensen die bekend zijn met routers, alleen op een switch uitgevoerd. Dus ik kan op een bepaald moment aangeven van joh, deze clients van dat IT-netwerk, die mogen bijvoorbeeld controle uitoefenen op een controller in het AV-netwerk. En dat kan ik dan doorlaten. En de rest van het verkeer kan ik bijvoorbeeld blokkeren. En zo kan ik het zo veilig maken als je maar zou willen. Oké. Vragen? Geen vragen zie ik. Oké. Dan gaan we naar het onderdeel support uiteraard. Want zodra je vragen hebt of je hebt hulp nodig, dan is er uiteraard assistentie onderweg. Maar Chris, kun jij dat gedeelte van PVS pakken? Ja, geen probleem. Dus uiteraard, we bieden verschillende kanalen aan waar wij support geven. Langs de ene kant hebben we natuurlijk het education platform, waar voor al onze toestel video's kunnen bekeken worden hoe de toestellen werken, hoe dat ze moeten geconfigureerd worden. Dat is één deel. Twee, hebben we het supportkanaal rechtstreeks. Als jullie met vragen zitten on-site of je hebt dringend hulp nodig, kan je telefonisch contact opnemen met ons, maar ook via e-mail, waar we dan proberen een oplossing te zoeken. En een derde mogelijkheid is eigenlijk het portaal, en dat is het meest uitgebreide. Achter de login vind je heel veel supportinformatie, heel veel Q&A's, die jou in staat moeten stellen om eigenlijk, als je ergens tegenaan loopt, om misschien die eerste lijn van support daar even te raadplegen. Raak je er dan nog niet uit, dan mag je natuurlijk altijd contact opnemen. Wat voornamelijk vanuit supportkant van ons, kunnen wij ook remote de installatie overnemen. Dus als je een PC hebt ter plaatse en we kunnen inbellen, dan is dat mogelijk. Het enigste, denk ik dan, is wel praktisch dat je een tweede netwerkadapter op je PC hebt zitten. Dat staat, of dat is gemakkelijk voor ons eigenlijk, als we IP-adressen moeten veranderen, dat we altijd op die tweede adapter zitten en zodanig ook niet op je PC rechtstreeks dingen moeten veranderen, zodat de verbinding weer wegvalt om opnieuw te inbellen. Dus zo'n tweede USB naar netwerkadapter, dat is altijd zeer handig. Ja, maar dat zijn wel een beetje de supportmogelijkheden die wij aanbieden. Oké, nou wij verlenen natuurlijk ook nog een stukje support.
Ja, zeker als het op aankomt, als je met outdoor devices werkt en je moet misschien nog een video-applicatie daarnaast installeren. Die buiten de scope eigenlijk van outdoor valt. Kijk, switches kan je natuurlijk ook voor meerdere zaken gebruiken. En op dat moment is het ook mogelijk om bij ons aan te kloppen voor support. We kunnen je helpen met een design van een netwerk. Op het moment dat je zelf wat ontworpen hebt, kunnen we je helpen aan een second opinion. En daarnaast doen we ook nog keurig netjes een stukje training en opleiding. Dat kan ook online. En we hebben natuurlijk een pre-sales en een after-sales support. De after-sales support kom ik zo nog even op terug. Wat je ook nog kan doen is een on-demand training opvragen. Dus zodra je naar www.netkey.academy gaat, op dat moment dan kan je een aantal trainingen zien. Voor die training, als je die volgt, kan je ook een examentje afleggen aan het einde, waardoor je een certificaat krijgt van ons. En zodat je ook weer kan aantonen, als je een installatie bijvoorbeeld bij de overheid moet doen, dat je gecertificeerd bent. Die trainingen zijn gratis, certificering is gratis. En iedereen die zich opgeeft op die adressen of op dat adres, die mag die training gewoon keurig netjes volgen. Er zijn geen specifieke restricties voor. En Outdoor geeft natuurlijk ook een stukje training. Kan Chris ook nog wat meer over vertellen? Ja, inderdaad, zoals ik al zei, dus bieden wij op regelmatige basis webinars aan, waar we verschillende topics eigenlijk aansnijden en jullie eigenlijk ook ja, meer kennis kunnen opdoen. Ten tweede zitten we op het Education Platform, kan je ook je certificaties halen. Dus kan je de trainingen ook volgen en krijg je daar ook een certificaat van. Buiten dat hou zeker ook in de gaten dat wij voor domestic klanten ook in het Experience Center live opleidingen geven. Toestellen zijn daar ter beschikking. Ja, als meerdere mensen daarop intekenen, kunnen we altijd een groepsessie starten. Oké. Okay. Mooi, dan komen we bij de laatste slide. En waarom Netgear Pro AV? In principe, we hebben een simpel userface, een simpel te gebruiken user interface om AV-profielen te gebruiken, in te stellen op poorten. Uiteraard RGP+, de extra filtering die wij gebruiken, bovenop RGP zelf, waardoor je ook groter kan schalen naar grotere omgevingen, zonder dat je gelijk weer aan PIM-routing hoeft te denken. Ja, helpen bij pre-sales, bij support, pre-sales, after-sales. We hebben speciale getrainde after-sales collega's in Ierland zitten, waar je ook terecht kan op het moment dat na een installatie, training, certificatie, pre-sales support en uiteraard de hardware die zo goed als mogelijk eigenlijk ontworpen is, ontwikkeld is op flexibiliteit, op schaalbaarheid, op het design en uiteraard performance. Alle poorten onderling in de switches zijn altijd line rate. Dus dat betekent dat alle switchpoorten op volle snelheid benut kunnen worden. En dat brengt ons eigenlijk een beetje tot het punt waar jullie nog wat vragen kunnen stellen. Ja, dus als er vragen zijn, stel ze gerust in de chatbox. Kunnen we er even live op ingaan? Ik onthoud voornamelijk, Erik, dat ongeacht hoe klein of hoe groot het project ook is, dat we daar oplossingen voor hebben. Zeker naar instellingen toe, voor mensen die inderdaad nog niet zo heel veel IT-kennis hebben, met die profielen, dat die gemakkelijk in de switch in te laden zijn en eigenlijk de switch eigenlijk al volledig configureert binnen het netwerk. Ja, we kunnen schalen van 1 gigabit tot 100 gigabit. Maar ook voor mensen die wel veel kennis hebben van IT, zijn ook de profielen behoorlijk handig. Zeker als je in de mix van met een aantal fabrikanten wil gaan werken. Je moet toch vaak wat extra settings doen, die eigenlijk al in die profielen zitten. En dan hoef je niet ellenlange meldingen en over allerlei websites af te pluizen van, joh, wat voor settings had ik nou hiervoor nodig? En wat voor frame size had ik daarvoor nodig? En wat voor soort van spanning tree heb ik daar weer voor nodig? Dus allemaal afgeregen, afgevangen eigenlijk in die profielen. En dat maakt het, zowel als je veel kennis hebt, of weinig kennis hebt, of alles ertussenin, maakt het gewoon wat eenvoudiger. Ja, en voor mensen die vragen hebben, kijk op welke poorten gebeurt de communicatie met ODAC-toestellen. We hebben op de website daar een handig overzichtje in een documentje gegoten, dat voor al onze toestellen de poorten worden gespecificeerd.
En ook het protocol dat ze gebruiken. Dus daar is zeker informatie te vinden. Als je custom settings op een netwerk moet doen, is die informatie beschikbaar. Ja. Nou, dat is precies de informatie die wij weer in de profielen toegepast hebben. Ja, inderdaad. En dat maakt het leven makkelijk voor één ieder. Klopt. Goed, ik zie dat er weinig vragen komen. Ik stel voor dat we nog eventjes online blijven. Rest mij nog jou te bedanken, Erik, voor weer een duidelijk webinar. Ook de mensen die deelgenomen hebben, dankjewel voor hier tijd voor vrij te maken. En hou zeker toekomstige webinars in de gaten. Misschien dat we nog een level 3 gaan doen, ik weet het niet. Dat gaan we eventjes afwachten. Maar alleszins, dankjewel om deel te nemen. Blijf nog eventjes online. Ja, iedereen hartelijk dank. En zijn er vragen, dan horen we het graag. We blijven nog even online. Ah, er komt een vraag. Of autotrunking gebeurt op alle poorten, zowel fiber als koper. Dat klopt, dat gebeurt op alle poorten. Dus eigenlijk is er qua fiber en qua poort, is er eigenlijk op ethernetniveau is er geen verschil. Dus zodra je uiteindelijk twee kabels steekt in normale E45 poorten, dan zal daar ook autotrunking plaatsvinden. Zo de vraag voldoende beantwoord, Alexander? Prima, dank je voor je vraag. HVB Milan is ook volledig ondersteund. Zou ik even uit moeten op de... Uit mijn hoofd wel. Maar ik zou dat eventjes uit moeten zoeken voor je. Ja, die noteren we dat even, Erik. Ja. En dan zullen we Alexander daar ook eventjes over informeren op een later tijdstip. Maar ik heb de vraag al... Oké. Eerder gehad, maar dat is weer een tijd geleden. Het staat me bij dat het onder een of andere groep valt. Even kijken. Ja, het is AVB. Ja. Ja, is ook ondersteund. Alleen heb je voor AVB heb je een AVB-licentie nodig op de switch om dat te kunnen gebruiken. En met AVB mag je geen trunking gebruiken. AVB kan daar, dat protocol kan daar niet tegen. Dus dan kan je maar één uplink gebruiken tussen de switches. Dus alleen de M4250 serie, omdat de M43 en 4500 serie, die ondersteunen geen audio-video broadcasting, AVB. Ja, ik dacht het wel, Erik, niet dat je verschillende interfaces op de switch hadden. De vraag is, kan je commando's sturen via bijvoorbeeld PuTTY? Dat is mogelijk, denk ik, hè? Dat je via een switch blijft een switch, uiteraard. En alles wat wij eromheen bouwen is eigenlijk om het leven wat makkelijker te maken, natuurlijk. Maar ja, heel erg plat. Zodra je een terminal hebt, een terminal emulatie hebt, dan kan je met CLI... Kan je keurig netjes commando's geven. Het tussenstadium wat we erin hebben is de IT-omgeving. De ICT-interface. Daar staan uiteindelijk alle 100% van alles wat je op machine line kan doen, kan je ook op de IT-interface doen. En dan hebben we bovenop hebben we die AV-interface draaien. Het is wel een advies om, als je op de AV-interface gebruikt, om de AV-settings ook alleen maar te doen met die interface. Want we zien in de praktijk dat als mensen achteraf dingen gaan veranderen aan de settings, is dat het kan conflicteren. En die hele AV-interface behoedt jou in principe voor conflict situaties. Er is een REST-API. Alleen nog niet. Ja, die is er wel, maar die is er nog bijna. Die is er bijna. De M4300 en 500 serie heeft REST-API. Een REST-API is een commandotaal. Om informatie uit poorten of uit de switch te halen, maar ook om settings te doen binnen de switch. En de REST API voor de M4250 is momenteel in beta. En die wordt, ik denk met een week of 5, 6 is die
komt hij uit beta en is die ook vrij te downloaden. Dus dan kan je ook je eigen programmaturen schrijven voor, om de Switch te bedienen of te integreren binnen je eigen consoles. Zo voldoende beantwoord, Mark? Oké, super. Dan stel ik voor dat we het hierbij laten. Erik, nogmaals bedankt. En voor iedereen, ja, ik zie jullie misschien bij een volgend webinar. Ik ga de video nu afsluiten en tot ziens. Ja, bedankt en tot ziens.